Wim Soetega, Jury Havik. Mag ik jullie favorieten noemen voor deze woningsdagse, Jury? Ik denk wel een van de favorieten. Afgelopen 2 jaar stonden twee keer op het podium. Dus ja, dan wil je dat nu weer. En eigenlijk het hoogste treetje. Is dat een frustratie, Wim, dat jullie samen als koppel, toch een van de betere koppels die nu op het moment rondrijden, ook met veel plannen nog nooit gewonnen hebben hier? Ja, een beetje wel. Het is voor Jury meer vervelend dan voor mij. Ik heb hier natuurlijk al een keer gewonnen. Dus ja, het zou leuk zijn als het een keer lukt, maar ja, het veld is dus dusdanig breed dat je een hele goede 6-daags gereden kan hebben en 60 geworden zijn. Maar het kan ook dat je slecht rijdt en wint, dus dan hopen we op het laatste. Is er al een strijdplan of ontrolt dat zich gedurende de 6-daagse? Nou, dat ontrolt zich meestal gedurende de 6-daagse. En het strijdplan is in ieder geval wel in die eerste 6 te staan, dat alles altijd mogelijk blijft. Dat is wel altijd het doel. Wat moet er gebeuren om hier te winnen, Wim? Ja, ik denk vooral rustig blijven, zo lang mogelijk rustig blijven en niet te veel stress hebben. En dan de laatste dag zien waar je staat en als je goed genoeg staat, er echt een lap op gaan geven. En dan eindelijk die naam, Soetega, Havik, op de boarding. Ja, precies, zoals Wim staat, daar staat er al. Maar wij noemen het er ook bij.